weer terug bij een nieuwe aflevering van de special afleveringen. We staan hier samen natuurlijk, Luigi staat achter de schermen, maar we staan hier natuurlijk bij de First Look 2014. We gaan naar binnen toe, er is heel veel content. Wij focussen zoals altijd natuurlijk op Nintendo. En daarmee hebben we daar ook natuurlijk nog de wachtrij. En Luigi die vindt het niet leuk om mij in beeld te hebben, dus daarom ga ik gewoon niet tussen deze gezellige gast hier staan. Hartstikke gezellig hoor. Ja, hartstikke gezellig. Heb je er een beetje zin in? Ja, man, waar ga je naartoe? Waar ga je als eerste naartoe? Ik heb geen idee, ik loop binnen in de Far Cry 4. Oh, jij gaat... Oh, wat? Ja, wat? Far Cry 4. Waar krijg je op PS4? Op welke console? PS4. Ik ben Mario, hè, dus vandaar. Ik ga ook naar Nintendo. Oh, dat wordt helemaal geweldig. Dus wij zien jullie zo binnen en tot dan. Dus editor. Toekomstige ik knip, ja. Nou, hier bij Zelda Play 20 kanaal staan we natuurlijk ook weer bij mijn grootste idolen. Nintendo, daar blijf ik fan van. Dus we staan hier bij Bianca van Nintendo. Hi. Hi, wat hebben jullie dit jaar voor het doen? We hebben natuurlijk Super Smash Bros. Voor zowel de 3DS als de Wii U. Dat is een hele grote hype inderdaad, hè? Ja. Higher gun, weet je wel. Ja. Ik weet niet de beeld. Maar als je dan zegt, je hebt nog beide basics gespeeld.
Ja, hou maar op mijn HD. See you guys later. Deze week heel erg bedankt en tot ziens. Er staat een paal. Zijn we aan het filmen? We zijn aan het filmen. Nou, natuurlijk komen we allemaal ook andere YouTubers hier tegen. We zijn hier de Kinky Eye van allemaal tegengekomen. Nee, wezen, wat vindt jou hier? Games. Ah. En vrienden. Nou, dat is toch wel. Wij hoeven oorspronkelijk niet in de bakkerij te staan, maar wij hebben zoiets van, wij zijn niet meer als andere mensen, wij staan gewoon netjes in de bakkerij. Oké. Okay, dus, nou hier om het hoekje Markel, dus... Oké, in ieder geval, waar ben je nog op plan om allemaal naartoe te gaan? Waar kijk je naar uit? Nou, ik kijk heel erg uit de Smash, dus ik sta gelijk op mijn kijk, dus... Smashen. Ik ga op de knietjes zodat jullie ook een beetje nog wel kunnen zien. Dus ik sta op de knietjes. Heel even kijken of het beeld even goed is. Ja, ik sta op de knietjes, jullie zien mijn M-page, ik ben erbij. Gaat helemaal leuk worden. Ik ben player 2, ik speel als Link. Nien, of wie speel jij? Ik ben Fox. Glenn die Nienwezen speelt als Fox. Greg en Luigi. Ik ga random. Jij gaat random. Hij is de leftpoze. Dat was
Super Smash Bros. Voor de Wii U. Hij speelt heerlijk op de GameCube, echt alsof dat ik gewend ben. Maar helaas, ik ben afgeleid door Alex, dus ik neem gewoon Alex. Nee, Alex is het opgekozen. Ik moet gewoon beter opletten als ik aan het smashen ben. Het was een superleuke ervaring, maar we gaan natuurlijk nog heel even kijken wat er nog meer hier te beleven is. Wij zien jullie daar. Oké, okay, en dan zijn we dus nu aangekomen bij de giveaway van de This is Halloween video. Zoals gezegd, wij kiezen twee. Ik heb random.org gebruikt om gewoon zeg maar twee willekeurige reacties te plaatsen. Dus degene die de 3D sleutelhanger heeft gewonnen, of ja, de Mario 3D World sleutelhanger, die komt nu in beeld. Het is Santi Ongam. Ik hoop dat ik je naam goed spreek. Die heeft neergeschreven, Dark Player heeft meer kracht bij Halloween. Ho. Dus gefeliciteerd met je 3D, Mario 3D World sleutelhanger. Dan gaan we nu gelijk door naar degene die de eerste plaats, de eerste prijs, DogTag, waar het eigenlijk zeg maar de giveaway om wat gegaan. Ik kom nu in beeld. Old Ways to Gaming, waar is Luigi? Oh wacht, hij zuigt, als je hem begrijpt. Gefeliciteerd met je prijs. Ik neem sowieso contact op met jullie via een privébericht op YouTube. Dus hou je inbox daar heel even in de gaten. Dan heb ik jou de restgegevens nodig en dan komt de prijs naar jullie terug. Wij gaan verder met First Look. Bedankt voor alle leuke reacties op de This is Halloween video. Heel erg gewaardeerd. Sorry, ik heb helaas niet meer prijzen. Maar misschien in de toekomst dat ik wat meer van die giveaways kan doen. Dus zeker bedankt voor jullie inzendingen. En voor de winnaars, veel plezier met jullie prijs. En ik hoop dat die zo snel mogelijk bij jullie aankomt. Wij gaan terug naar First Look. Nou, hier hebben we dus te maken krijgen van Super Smash. Jullie hebben er zin in. 3, 2, 1. Super Smash. Juist. Ja, dank. Nou, we kijken nu op dit moment dan eventjes naar de beelden van Mario Maker. En het is eigenlijk precies what you see is what you get. Je kunt dus je eigen levels maken. Er is nog niet echt bekend hoe dat het volledige spel allemaal wel hebben. We hebben hier natuurlijk bij First Look hebben we op dit moment een demo-modus. En ja, mensen die kunnen dus op de touchpad kunnen ze dus objecten plaatsen, verplaatsen. Met pijlen kunnen ze neerzetten hoe dat ze verplaatsen. Vijanden kunnen ze neerzetten. Munten kunnen ze neerzetten. Power-ups kunnen dus hun eigen, helemaal hun eigen stage maken. En zover dat we nu hebben gezien, hebben we dus voornamelijk ook, iemand is dan nou zeg maar hier aan het bouwen. En ja, je kunt hem in 8-bit omschakelen en je kunt hem dus zeg maar in een nieuw Super Mario Bros. Stijl omschakelen. En ja, dat is op dit moment eigenlijk zeg maar wat je een beetje ziet. Je krijgt hier nou een beetje de besturing, je werkt met het pennetje. Het is trek en sleep als een soort van muis dat je van boven dingen kan plaatsen. Hoe dat je het neer wil zetten. En zo werkt eigenlijk een beetje het spel. Dus we gaan zo wel eens eventjes kijken hoe dat een kijken, of ja, hoe dat een speler zich daar, wat hij ervan vond. We hebben het beeldmateriaal gezien en we hebben dus zeg maar een beetje uitgelegd. We staan dan nou inderdaad te kijken hier bij Yoshi's Woolly World. Woolly World. En Yoshi's Woolly World, ja, het idee is eigenlijk een beetje zeg maar van Kirby's Epic Yarn. Maar in plaats van dat je dus zeg maar onsterfelijk bent, heb je hier dus inderdaad wel degelijk een levensmetertje. Je hebt dus zeg maar inderdaad ook uitsteekseltjes. Het speelt echt als een sidescroller. En wat je eigenlijk dus ziet is, je speelt eigenlijk een beetje een klassieke Yoshi story, maar dan met een wollig tintje. In plaats van eieren schiet je dus ook echt bolletjes wol. Je kunt muren zeg maar wegtrekken als er een draadje loshangt, dan trek je heel die muren ondertussen weg. Natuurlijk kan Yoshi ook de flutterjump gebruiken zoals altijd. Het is gewoon echt een klassiek spelletje in een wollig jasje gezout. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is heel erg belangrijk. Luigi, onze man achter de scherm de hele tijd, die heeft de hele tijd met die hele zware tas, met de statief en de camera, heeft hij de hele tijd rondgelopen. Luigi gaat nou voor ons eventjes Monster Hunter 4 Ultimate doen op de 3DS. Dus ik zou zeggen, Luigi, break a leg! Nou, dit is dus Monster Hunter 4 Ultimate. Het doel is dat je dus... Waar gaat mijn kat heen? Mijn kat er gaan we weer vandoor, maar goed.
Ja, Monster Hunter, je bent een jager en je slaat. Ja, het is een slaan. Net zo lang slaan als ze dood zijn. Dat is wat ik ga doen. Ja, een opleiding voor de Monster Jager. Wie ook met hem zijn heel goed. Je voelt namelijk verticaal en springen en alle reuten met teuten bij. En krijg je zo'n pijltjes waar ik heen moet. Geweldig. Kijk, waar zij ben ik? Oh, daar. De map geeft aan waar je naartoe moet. Het is gewoon een heel mooi omgeving. Je zit eigenlijk zo. En hallo, nee, Jackie. Jackie. I got the moves like Jackie. Van mijn camera gewoon, maar ik zal eens even kijken wat voor gameplay elementen ik kan toevoegen als ik bijvoorbeeld hier naar boven ga. Nou, wil jij even hier komen beneden? Ja, braaf. Nee, ik zeg! Nou, dan ga ik jullie maar slaan hier, kleine irritante beestjes. Luigi, je hebt net Monster Hunter Ultimate 4 gedaan. Wat zijn je gedachten? Nou, het is een hele upgrade van Monster Hunter 2 en 2 Ultimate, die ik helaas moeten we nog wachten op een release date. Ik zit er echt op te wachten. Maar ja. Maar tot Nintendo nou eigenlijk een beetje de ruwere spellen gaat doen. Denk je dat dat een goede stap is van Nintendo? Ja, eigenlijk wel. Want onze twaalf was op de Wii. Daarmee ben ik verliefd geraakt. Ik heb een spel een heel lang gespeeld. De Ultimate Wii spel is een upgrade van Twilight. Dus niet zo veel gespeeld. Maar 3-4 Ultimate is zo geweldig gigantisch feest. Ik zou zeggen, ik ga hem sowieso halen en ik hoop dat ik heel veel mede-hunters ga vinden in de wereld. Oké, en met dat zien we jullie zo buiten voor de afsluiting. Ja, tot zo. Oké, Nintendo heeft hier zelfs op de first look, heeft ze zelfs de Amiibo's. Hier heb je Star Fox, Donkey Kong, Mario in het midden heel mooi, Villager, Kirby en Zelda. Ik zit een figuurtje te kijken en ik denk eigenlijk van wauw, ik kan nu wachten tot ze uitkomen. En ik hoop dat ze gewoon echt heel goed worden gebruikt in de games. En sowieso zijn ze toffe collectibles. En zo zijn we aan het einde gekomen van First Look 2014. We hopen dat jullie het leuk hebben gevonden. We hebben minder content opgenomen dan vorig jaar. Dat heeft te maken met, ik was iets krapper als wat we vorig jaar hadden. Alle dingen stonden iets dichter op elkaar, waardoor dat veel meer achtergrondgeluid was. Maar we hebben in ieder geval behoorlijk veel opgenomen van Nintendo. Hopen dat jullie deze video leuk vonden. En ja, 2015 zijn we er natuurlijk ook weer bij. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Heb je een vraag of opmerking, kun je dat altijd kwijt in de reacties. Leukste momentje, die ook kwijt in de reacties. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende video. Wat die video is, ik weet niet wanneer dat dit opgeloot wordt. Ik weet niet wanneer dat dit gaat bewerkt worden. Maar sowieso, morgen, ja, voor ons morgen, voor jullie is het een dag na de opnames. Maar ja, dan zijn we natuurlijk hier helemaal voor de fans. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal natuurlijk te zien bij de volgende video. Doei!